Vandaag bezoeken we een vrolijke plek in Hilversum, namelijk Velotheek De Steeg. Daar kan je al 40 jaar speelgoed lenen. En daar gaan wij eens een kijkje nemen. Ga je mee? Dag Herma. Goedemorgen. Hallo. Hi Inske. Hi. Hallo. Wat leuk je te zien. Ik wil heel graag meer weten over de Velotheek. En omdat je al 40 jaar er actief voor bent, en daarvoor verdien jij en ook je vrijwilligers een heel mooi bos bloemen. Wil je er wat meer over vertellen? Heel mooi. Ja, dat lijkt me leuk. Ja. Ja. Dit is een spelotheek waar je speelgoed leent. Je mag maximaal 4 dingen meenemen en dat breng je dan na 1, 2, 3, 4 weken weer terug. En dan mag je iets anders uitzoeken. We hebben iets van 850 stuks, dus voldoende keuze. En we zijn 3 keer in de week open. Op maandagmorgen van 9:30 tot 11:00. En op woensdagmiddag van 3 tot 5:30. Op zaterdag van 10 tot 11:30. En voor welke leeftijd is het? Het speelgoed is ongeveer tot de leeftijd van een jaar of 10. Want dan krijgen de kinderen toch andere interesses. De speelotheek bestaat 40 jaar. Dat klopt. Maar jij bent ook al vanaf het begin betrokken en initiatiefnemer. Ja. Hoe is het zo gelopen? Ik was bij een vriendin in Driebergen en die had iedere keer zo'n mooi speelgoed voor haar kinderen dat ik dacht, hoe doe je dat financieel? Bleek dus dat daar een speelotheek achter zat. En toen ging ik kijken in Hilversum, dat moet toch kunnen in Hilversum, die was er niet. Dus ik heb een aantal mensen om me heen verzameld om dat te proberen om dat op te zetten. En toen bleek dat er al een ander groepje ook bezig was in dit buurthuis, wat vroeger een buurthuis De Steeg heette in de Edisonstraat 47 waar we zitten. En daar zitten we dus nu nog steeds, want die twee groepjes zijn samengegaan. We hebben jaren erover gedaan met hulp van Jantje Beton onder andere om een spelotheek op te richten. En ik ben sinds kort voorzitter af, eindelijk. Ja. Je kan niet wachten tot er iemand is die het overneemt. Nee. Maar ik heb gezegd ik stop. En toen was daar Floris die het overnam. Ik zit nu bij Floris. Ja. De nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter, ja. Precies, klopt. Floris Mans. En Floris gaat mij even uitleggen hoe ik het speelgoed moet controleren, toch? Ja, dus het controleren gaat heel eenvoudig. Op alle dozen staat weergegeven wat erin moet zitten. Ja. Dus ik gooi de doos leeg en ik tel alles en ik doe dit weer erin. Oké. Dus, en op het moment dat er wat mist, dan communiceren we dat naar de leden. Want dan hebben we het liefst dat ze gaan thuis gaan zoeken. Ja, want dan moeten we het weer compleet hebben. En hoe ben je zo hier terecht gekomen? Ik zocht naar wat, wat nuttige en zinvolle ingevingen voor in het weekend. Ja. Dus ik, bij de vrijwilligerscentrale was er een vacature voor een hulp bij de spelotheek op zaterdag. En dat leek me hartstikke leuk. Hey, help je mee? Ja, dat is zeker. Nee, maar je moet het een beetje... Hij heeft nog schoenen nodig, toch? Ja, ik moet het ook tellen, maar ik heb de neiging om alles eerst aan te spelen. Oh, je gaat er meteen mee spelen? Ja, daarom ja. Ja, het is voor de kinderen en de ouders. Speelt ermee. Nee, dat is het, ja. Kijk, een brilletje op. Maar je hebt meteen een hele eigen methode. Ja, het is heel goed dat je ermee speelt. Ja, want ja. Het speelgoed moet mee gespeeld worden. Ja. Maar dat betekent niet dat je daarmee je taak hebt gedaan. Want je hebt natuurlijk niet geborgd dat alles er dan is, hè? De spelotheek kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers. Hoeveel zijn er? 35 ongeveer. Oh, ja. Het wisselt een beetje, maar er zijn de mensen die dus echt al ruim 25 jaar diensten draaien. 25 jaar? 25 jaar. Wauw. Ja. En daar komen de vrijwilligers uit de buurt? Of, Niet uit deze wijk, uit heel Hilversum. Ja. Zelfs iemand uit Nederhorstenberg, die dan heel trouw op zaterdag hier komt. En onze medewerker die nou voorzitter is geworden, die is afkomstig uit Bussum. Als ik nog even een oproep mag doen. We zoeken altijd vrijwilligers voor de maandag, woensdag en vooral voor de zaterdagochtend. Dus kom gerust even langs of stuur een mailtje. Laars? Waar is die ene laars? Oh, hier is een laars. Oké, dus die is ook compleet. Ja, die is ook compleet. Ja, precies. Nou, daarom. Is die voor goed speelgoed. Ja. Nee, oh kijk. Kijk. Okay. Nee, nou, nee. Wij moeten hier nog even aan de slag. Ja, precies.